Visrestaurant Lauwers Erg baant volsloin uit. Het is gewoon een trieste zaak. Het is een heel triest gezicht. En jammer dat dit bedrijf nu kapot is. En nog geen oplossing voor containervervier boppen Waadgebied. Goeien, dit is Kijk op Friesland. Van het visrestaurant Waddengenot aan Zee in Lauwers Erg is niet meer oer. Door een voele brand is het gebouw volsloin afbaand. Zo zag het er juist uit. Om 20 voor 8 ontstierde de brand in de keuken. Meerdere brandwachtkorpsen uit Friesland en Grensland waren oproepen om het brand te blussen. Het restaurant is van hout en daardoor verspreidde het vuur rap. Op het moment van de brand waren er 25 gasten aanwezig. Zij en het personeel konden zonder probleem voortkomen. Geen rekken verwoenen. Het onderzoek naar de oorzaak is nog heel iets dwaande. Het restaurant zocht het triest uit naar de bron. De ravage is grut en een soort mensen komen del om te zien hoe het erbij loopt. Het restaurant zocht het triest uit naar de bron van Justerjoen. De ravage is grut. Brotte mensen komen del om te zien hoe het erbij zit. We waren nieuwsgierig hoe of het er nu uitziet. Nou ja, het is treurnis. Het is echt pure treurnis. Wij wonen in Spijkenisse onder Rotterdam. En wij kamperen al 15 jaar in Ulrum en wij rijden hier heel vaak langs. En ja, dan, als je dat dit al zo ziet, dan is dat gewoon zo triest. Ja, indrukwekkend. En sneu. Om de locatie veilig te houden, hebben we verskate bedrijven, zowel het gas als de elektriciteit en het wetter afsluiten. Er zullen ook bijzonder worden wanneer dat puin opromen wordt en de bouw van een nijpaan uit aanzetten kan. Dat zal nog man worden en dat is voor de eigenaars flink balen, maar het simmerseizoen voor het door. Het debat in de Tweede Kamer juster over de gevolgen van de containerrap had nog geen concrete oplossingen opsmieten. Doch hadden de burgemeesters van de Waadeilanden wel het idee dat ze serieus naam worden in Den Haag. Het regeer stiet onder grote politieke druk om met oplossingen te komen. Opvallend weer dat er haast kamerbreed oproepen is ter actie om de risico's van nog eens een ramp als maar de MSC Zoe te behinden en de bestrijding van de gevolgen beter te regelen. De punten die wij genoemd hebben om zeg maar, dit containervervoer beter te gaan regelen, komt goed terug in het debat. Er worden een heleboel moties ingediend. De minister kondigt onderzoeken aan of die onderzoeken zijn al bezig. Maar ik heb dan wel zoiets, als die uitkomsten zodanig zijn dat er actie op moet volgen, dan hoop ik wel dat die actie ook volgt. Hè? De minister wacht dus op wat een Rut Verskaat en onderzoeken opsmiet. Maar ik denai ik er nog net direct die een werk mag worden. Je wilt toch echt dat er een structurele oplossing voor komt. Maar het is niet eenvoudig, want die scheepvaart is nou eenmaal internationaal. 25 miljoen containers varen er rond over de wereld. Dus ja, daar moet je ook echt in internationaal verband aan werken. Sportclub Cambuur is nog altijd in de race voor promotie naar de Eredivisie. Juster waat er met 2-1 won van Almere City. En dat weer naar het jedere 2-2 league spul genoeg om terug te gaan naar de 12e ronde. De Cambuur-fans helden de spelers binnen met vuurwerk. En dat wie mij een reden, want Cambuur presteerde goed in de wedstrijd in Almere City. De Leeuwarders komen al na een goed kwartier spelen op voorsprong. Wat deze voorzet van Sai van Wermerskerken net goed verwerken wordt door de keeper van Almere City, Agil Etemadi. En daar profiteert Nigel Roberta van. Nog geen 12 minuten later gaat het op een ei mis met de keeper. En dit keer is het Robin Mauleu die de bal binnenwerkje kan. Al wordt hij nog onrekken door Ben Sabou van Almere City. In de tweede helft wordt het al in een wol weer spannend als Nick Vossenbelt voor Almere City de 1-2 maakt. De thuisploeg leeuwt er weer in, maar echt dichterbij komen ze net. Gevaarlijk wordt het net voor Cambuur dat teruggeert naar de tweede ronde van de play-offs door deze 2-0 winning. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn. Met in ieder geval de strijdlust die we hebben laten zien. Eerste helft ook vlagen goed gespeeld. En nou, twee lelijke doelpunten, maar ja, die tellen ook. Zoals het nou zit, is het de Graafschap van Henk de Jong de tegenstander in de 12e ronde. En dan krijg je nog het waar, mooi Piet Paulusma. Joen en vannacht vrij helder waar. Mooi Joen, een mooie ondergang van de zinnen. Vannacht zijn 5 graden op Eiland wat heger en de wind doet het wat eerst matig. Morgen een dag mooi, staat er gewoon meer bewolking. Vooral in de middjes even ruim. Temperaturen 13 graden, wat eerste wind. Matig want vrij krachtig. Minstert niet kracht 6 of zo. En dit weer kijk op Friesland. Nog een noffelijke Joen.